De politie heeft nog eens 2 verdachten opgepakt voor de dodelijke schietpartij bij dit pompstation gisteravond. Het totaal aantal opgepakte mensen komt daarmee op 7. Bij de schietpartij kwam een 37-jarige man uit Tilburg om het leven. Ik ben een vrachtwagen aan het laaien bij Pontmeijer, hier achter op het terrein. En ik zie een donkere man het terrein op rennen. En hij gaat achter de pallets, gips ging zijn eigen verstoppen. En hij was allemaal aan het seinen naar mij. En mijn collega stond hier op straat en die heeft de politie gewaarschuwd. En toen is de politie met getrokken pistolen ons terrein opgekomen en toen hebben ze hem gearresteerd. Ja, je schrikt je eigen rood. In eerste instantie snap je het niet wat er aan gaande is. En op een gegeven moment gaat hij op de grond liggen, dus hij wordt gearresteerd. En toen had ik het besef van, Jezus, hier gebeurt heel iets raars.